In deze ongeëdite video deel ik 7 manieren om weer meer helderheid te krijgen over wie ben ik en wat wil ik, met name met je bedrijf. Begin juli was ik echt aan vakantie toe. Mijn resultaten vielen tegen en daarmee bedoel ik, dus de verwachtingen waren groter dan het resultaat en dat betekent gewoon unhappiness. Ik had nergens meer zin in. Ik had geen zin meer om workshops te geven. Niet live, niet online. Dus geen Zoompjes meer. Ik had geen zin meer om met mensen te praten. Überhaupt. Ik had geen zin meer om content te maken. Ik dacht echt zo'n beetje van: oké, ik ga weer afwasser worden. Dat was mijn allereerste baantje. En toen moest ik denken aan 2003. Dat was een periode dat ik ook zoiets had van: oh, ik was directeur op een school. Mag ik weer postbode worden? En toen bleek dat ik in een vette burn-out zat. Nou, ik wist nu wel van, ik zit niet in een burn-out. Dat is het gewoon niet. Ik zit gewoon niet meer op mijn pad. Ik ben serieus van mijn pad af. En ik werd letterlijk ziek. Dus vlak voordat we op vakantie gingen, kreeg ik, naar later bleek, corona. En mijn vrouw die kreeg ook corona. Dus we waren allebei ziek. En mijn vrouw die lag plat op bed. Dan via de telefoon, via WhatsApp, orders aan mij te geven. En ik was zelf beroerd. En het huis moest schoongemaakt worden, spullen pakken om op vakantie te gaan. Dus de eerste week in Duitsland waren we allebei ziek. Hadden we echt tijd om, nodig om bij te komen. En daarna hadden we nog 2 weken vakantie. En zeg maar de laatste halve week, nou, gingen we leuke dingen doen. Dus wat dat betreft niet echt geslaagd. Dit blog. Deze video, deze podcast is eigenlijk niet over mij, maar het is meer voor jou als je dingen herkent. Ik wil 7 dingen delen waar ik meer helderheid door gekregen heb. En waardoor ik vanochtend weer zoiets had van, yes, ik ga weer iets maken. En dat is dit dus geworden. Maar dus ik was dus gewoon letterlijk ziek van het van mijn pad af zijn. En ik dacht, hoe kom ik hieruit? Wat wil ik nou precies? Wie ben ik überhaupt? Het is een soort van identiteitscrisis. En ik gunde mezelf 2 maanden om gewoon lekker niks te doen, niks te moeten. Ik had geen verplichtingen gepland voor klanten, voor wat dan ook. Dus ik kon ook echt de tijd nemen. En dat is nu 7 weken geleden. Dus. Niet dat de tijd dringt, maar ik heb die tijd nodig gehad en het is genoeg geweest, zeg maar. En ik heb nog volgens mij iets meer dan 2 weken en dan begint mijn werk weer. Dus na een periode van elke dag een ander plan, heb ik nu weer helderheid. En een van de dingen is, ik ga mezelf weer meer laten zien. Ik dacht zelfs om in mijn blootje, want ik zat hier dus in mijn ondergoed. Ik dacht, dat ga ik laten zien. Maar dat vond ik er iets te ver gaan. Maar ik ga weer meer geven. Ik ga weer dichter bij mezelf leven. Ik ga nog meer op mijn eigen voorwaarden werken. En ter inspiratie heb ik dus 7 dingen om, 7 tips om mee te geven van hoe heb ik dat nou gedaan? Hoe heb ik meer helderheid gekregen? Ten eerste, en er is geen ondertiteling, er zijn geen opsmuk, dus dit is gewoon even unplugged als het ware. Eerste was dus op vakantie gaan en niks moeten. Ik ben 3 weken weg geweest, Duitsland, Oostenrijk, Italië. Het was voor mij oké om te niksen. En dat is. Nou, ik kan dat eigenlijk niet goed. Op vakantie, dan moet je dingen bezoeken, dan moet je actief zijn enzovoort. En dat heb ik losgelaten. En natuurlijk is het niet gelukt, want ik vind het gewoon heel leuk om te fietsen, te wandelen en dingetjes te bezoeken. Maar voor mijn gevoel is het gelukt om het moeten los te laten. En normaal neem ik ook een stapel boeken mee. Echt zo'n stapel. En nu, ik had volgens mij 2 boeken bij me en die heb ik amper aangeraakt. Tweede ding wat ik gedaan heb, is heel veel nadenken. Zo van, wat wil ik nu eigenlijk precies? En ik merkte dat dat niet zo heel erg hielp.
Natuurlijk helpt het om te journalen, om te schrijven en na te denken en te graven in het verleden. Maar uiteindelijk moet je ook iets gaan doen. Ik geloof heel erg in doen en dan ervaren van, joh, waar word je nou blij van? Gaf me dit energie of kost het me energie? Dus ik besloot om maar gewoon weer wat te gaan doen. Het derde was, ik heb heel veel gepraat. Ik heb gepraat met mijn vrouw, met vrienden, met familie wat minder moet ik trouwens zeggen, of helemaal niet. Met bevriende ondernemers, met een aantal coaches. En dat hielp. Dat hielp dus veel beter. En soms was het genoeg om te vertellen van wat er aan de hand was. Soms was het genoeg om te mailen waar ik in zat. En soms maakte ik gewoon speciaal een afspraak met een coach. Misschien kun je het herinneren, en zo niet. Ik deel nog wel een filmpje ervan. Samen met Aramik Garabedian had ik ook voor de vakantie een uitzending gedaan waarin we kwetsbaar onze tegenvallende resultaten deelden. En daaruit ontstond een denktank. Er waren 15 mensen maar liefst die zich aanmelden voor, hey Hugo, Aramik, we willen wel meedenken met je van wat is er aan de hand in de maatschappij en hoe zou je weer aan kunnen passen? Wat zou je anders kunnen doen om die resultaten weer te verhogen? En daar is al één bijeenkomst van geweest. Daar ben ik heel dankbaar voor. Vierde was dus eigenlijk denken, maar doen. Dus ik ben heel erg gewoon maar gaan doen. Waar heb ik zin in? Als vraag stellen. Oh yes, dan gaan we dat doen. En ik zeg altijd maar niets voor niets. Heb ik een passie voor actieve en ervaringsgerichte werkvormen. Zo is Hunter in werkvormen ontstaan. Ik geloof heel erg in doen, in ervaren. Nou, daar hou ik het eventjes bij. De vijfde tip is jezelf kennis vergroten. En daarmee ook een stukje zelfacceptatie creëren. Hoe doe je dat, zelfkennis vergroten? Nou ja, door te praten, door te lezen, door te graven in het verleden, door jezelf vragen te stellen, testjes te doen, ontdek je gewoon steeds meer over jezelf. Ik ben nu 51 en kan ik mezelf slaan. Zo van, weet je nu nog steeds niet wie je bent en wat je wilt, maar dat is gewoon wat er aan de hand is. En dan zie ik mezelf dus staan op dat podium toen ik het diploma kreeg voor mijn atheneum. En die man die had dus een diploma in zijn hand en die wilde dat aan mij geven. En hij zei, Hugo, je gaat naar de PABO, hè? Dan moet je wel meer gaan praten. En eigenlijk was ik nou een beetje boos over die opmerking van, ja, dit is toch mijn diploma-uitreiking, moet je toch iets positiefs zeggen. Maar het gelijk. Maar toch koos ik ervoor om voor de klas te gaan staan. Dat was eigenlijk een keuze uit angst. Ander verhaal komt misschien nog wel een keer. En ik heb dus eigenlijk geleerd van, hey, met lesgeven verdien jij je geld. Dus dat is mijn identiteit geworden. Vandaar misschien ook wel de identiteitscrisis. Want ik wil eigenlijk helemaal niet veel praten. Niet veel interactie met mensen. Ik vind verbinding, contact met mensen, ik vind het fantastisch, maar niet te veel. Dus ik mag minder gaan praten. En zo praten tegen een camera is eigenlijk prima, oké. Maar een dagtraining geven of heel veel Zoom-calls op een dag of door een week heen, dat kost me gewoon energie. Ondanks dat ik kan genieten van, nou ja, het samen zijn met mensen. Dus meer zelfkennis is meer zelfwaardering, is meer zelfvertrouwen. En dus is dat ook meer op je eigen voorwaarden gaan werken. Zo kom ik op puntje nummer 6 en dat is lef. Lef om besluiten te nemen. En soms moet je eerst iets loslaten voordat je weer iets anders kunt vastpakken. Misschien is dat altijd wel het geval. Dus iets loslaten zonder dat je weet wat voor consequenties het heeft. Wij zetten 5 jaar geleden ons huis te koop, omdat we wisten van we wilden naar een andere plek. Naar een plek met meer rust, ruimte en natuur. En toen zei ik op een gegeven moment tegen mijn vrouw, weet je, we kunnen zoeken tot we het gevonden hebben, maar we kunnen ook zeggen van, we moeten dus eerst loslaten. We gaan ons huis te koop zetten en het verkocht. En toen het eenmaal verkocht was,
Toen hadden we binnen no time een huurhuis gevonden op een plek in ons dorp waar normaal gesproken niks aan huurhuizen te vinden is. En vanuit dat huurhuis konden we op zoek naar ons droomhuis. En die vonden we binnen no time. Een plek, 3000 vierkante meter, vrijstaand huis met meer rust, ruimte en natuur. Precies dat waar we jaren voor gebeden hadden. Dus ik heb een aantal met lef besluiten genomen die direct, dus direct ruimte gaven. Besluiten als gewoon eigenlijk, zonder dat ik nu concrete dingen noem, maar nog meer te gaan doen waar ik zin in heb. Nog dichter bij mezelf te leven. Niet meer alle ideeën die ik heb te willen uitvoeren. Minder te doen, minder te praten. Waar ik mezelf wel en niet op social media laat zien. En ik heb natuurlijk besloten van ik ga niet meer op social media. Dat betekende Instagram en Facebook. Maar er is altijd natuurlijk nog LinkedIn. En ik heb een Facebookgroep. Dus daar ook helderheid in gekregen. En nummertje 7, hoe meer helderheid te krijgen, is de passie challenge. En die passie challenge, dat is een proces die ik zelf heb ontworpen. En die ik minstens 1 keer per jaar doe. En daar ga ik zelf ook echt doorheen. En dit keer was het dus ook echt nodig. Hard nodig. En heb ik er ook langer over gedaan dan normaal. En ik combineer dat proces met de passietest. En de passietest is eigenlijk iets van Janet Atwood, waar ik een aantal jaar geleden voor gecertificeerd ben om die workshops te mogen geven. En ik dacht eigenlijk een paar maanden terug dus van die passie challenge, dat doe ik normaal gesproken ook met klanten. Dus ik doe hem eerst zelf en daarna met klanten. Dit jaar niet, want ik heb er gewoon geen zin in. Maar gisteren had ik zoiets van, oké, ik ga het wel doen. Ik heb nu weer die helderheid. Dus ik ben vanochtend uit bed gesprongen. Een blog geschreven, deze video nu aan het maken. En nou gaan we die passie challenge de lucht ingooien. Dus als het je aanspreekt, meer helderheid krijgen, je top 5 passies helder krijgen, duidelijker weten van wie ben ik en wat wil ik nou precies, dat kan alleen maar leiden tot meer groei in je persoonlijke, in je privéleven en in je zakelijke omgeving. Dus van harte aanbevolen en van harte welkom om mee te doen. Nou, passiechallenge.nl. Dat waren de 7 tips. Misschien heb jij nog een 8e tip. Ik hoop het eigenlijk niet, want 7 is echt zo'n getal van de volheid. Maar als je nog meer aanvullingen hebt, deel ze gerust hieronder. En ik denk dat je daarmee alleen maar iets toevoegt voor andere lezers. Dus dat zou ik van harte aanbevelen. Dus dankjewel daarvoor alvast. En ik ben ook benieuwd naar hoe je deze vorm van delen hebt ervaren. Ik druk zo op stop recording. Zit nu gewoon in de Zoom. Zoom die neemt het beeld en het geluid apart op. Dus dat kan ik op YouTube delen en op SoundCloud op de Hugo Bakker podcast. Dus daar ben ik sowieso zichtbaar. Nogmaals. Als je aanvullingen hebt of als je je inzichten wilt delen hieronder, geweldig.